Hallo beste kijkers, welkom bij Vraag en Antwoord. Erwin, een vraag van Guan. Waarom ben je terug naar Heerenveen gegaan? Ik en mijn gezin wou wel graag terug naar Nederland. En, ik heb altijd goede gevoelens bij Heerenveen gehad. En, vandaar dat ik weer terug ben gekomen bij Heerenveen. Joey, een vraag van Willem. Ben je trots om in het shirt van Heerenveen te spelen? Ja, zeker. Het was sowieso altijd een droom van mij om in de Eredivisie te spelen. En, ja, dat klinkt misschien een beetje slijmerig, maar ik dacht altijd wel een club uit de top 10 van de Eredivisie zou leuk zijn. En daar viel Heerenveen altijd onder. Vraag van Gerke. Sluit jij je carrière af bij SC Heerenveen of wil je nog een stap zetten? Vind ik een goede vraag. Ik heb het gewoon heel erg goed naar mijn zin bij Heerenveen. Zeg nooit in de voetballerij. Ik ben 32. Als er wat voorbij komt zal ik er altijd over nadenken, maar ik heb het heel goed naar mijn zin. Dus ik zou hier ook heel graag mijn carrière af willen sluiten. Ja. Een vraag van Michiel. Wat is je favoriete eten? Nou, mijn moeder kan verschrikkelijk lekkere bami maken. Dus ja, dat is wel mijn favoriete eten, moet ik zeggen. Kom ik een keer langs? Nou ja, gezellig, Mulder. Hidde Jan, wat is je tactiek bij een penalty? Ja, lang wachten en kijken wat hij doet. Maar soms zijn ze zo goed ingeschoten. Ik kan me hier een penalty van Tadić herinneren. Die hadden niet heel veel keepers gehad, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet, daar heb je gelijk in. Een vraag van Wouter. Joey, heb jij Joe al eens vast mogen houden? Ik heb Joe inderdaad vast mogen houden en dat was best wel even spannend, want het was voor het eerst dat ik een kind heb vastgehouden. Maar ik heb Joe inderdaad vastgehouden en dat was heel leuk moet ik zeggen. Een vraag van Theo. 5-4 winnen met 2 blunders of 2-2 gelijk en in de laatste minuut een penalty stoppen? Oeh, die is wel lastig hoor. Voor het team zou ik zeggen 5-4 winnen. Ja. Voor mezelf zou ik zeggen, dan wil ik toch de held zijn om 2-2 te spelen. Nou, dit is eigenlijk een vraag waar ik het antwoord wel op weet. Mis je Volendam wel eens van Brent? Ja, nee, eigenlijk niet, want ik ben er vaak te vinden. Dus ik hoef het niet te missen. Vraag van Sander, welke keeper is jouw voorbeeld? Van jongs af aan was dat eigenlijk Edwin van der Sar. Dat was gewoon in mijn jeugd gewoon een van de beste keepers ter wereld. En dat was eigenlijk mijn voorbeeld. Ja. Een vraag van Esme. Gaan jullie de mouwen opstropen zondag? Het wordt dus tijd voor 3 punten. Nou, de mouwen opstropen, we hebben korte mouwen aan. Dus ik weet niet of dat nodig is. Maar we gaan in ieder geval hard ons best doen om het Ajax moeilijk te maken. Dus laten we dat maar doen dan. Vraag van Jurre. Wat is je mooiste moment bij SC Heerenveen tot nu toe? Er zijn er wel meerdere. Ik ben het eerste jaar natuurlijk dat ik hier gespeeld heb verkozen tot speler van het jaar. Dat was een mooi moment en een mooie waardering. Een mooi moment was ook wel een paar goede reddingen, zoals RKC uit, waar we toch nog een punt uit het vuur slepen. Dat je belangrijk voor het team kan zijn, dat is voor mij wel het belangrijkste. Ja. Een vraag van Kempe. Met welke speler zou je graag nog eens een balletje willen trappen? Mag ook vanuit je team zijn. Laat ik maar Thiago zeggen. Dat vind ik wel een hele goede speler. Laatste vraag van Roel. Mis je de supporters tijdens de wedstrijd? Dat sowieso. Je bent als kleine jongen begonnen om met voetballen om voor volle stadions te spelen. Tenminste ik. En vanaf mijn 17e zit ik al bij de selectie. Dus vanaf mijn 17e heb ik gewoon eigenlijk met volle stadions gespeeld. Dus ik mis het heel erg. Ik hoop dat... Dat we met z'n allen de mouwen opstropen en dat we heel snel iedereen weer terug mogen verwachten. Dan heb ik nog een laatste vraag. Die willen we eigenlijk niet stellen. Maar... Die willen we zeker niet stellen, maar ik ben wel heel benieuwd naar jouw antwoord. Antwoord, dank je. Vraag van Henk Veerman. Wie is de beste spits waar je ooit mee gespeeld hebt? Nou, ik ga dus vast niet zeggen dat Henk Veerman is. Ik denk dat ik net al wel iemand gezegd heb. Wat... Dus dan ga ik zeker voor Jaak Tuyp. Akkoord. Dus laten we daar maar mee afsluiten. Dat vind ik een hele goeie. Dit was Vraag en Antwoord. En bij deze nomineer ik Lucas Woudenberg. Ik nomineer Siep van Ottelen. En Ontjen.